Dit is duidelijk en je ziet het ook een beetje aan de kleuren van de baan. Een snelheidsduivel. Dames en heren, hartelijk welkom op deze prachtig mooie vrijdag. Vandaag spelen we natuurlijk weer No Limits 2, gaan we achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Als ik ergens een soort van verdrietig van word, is dat als mensen een achtbaan opsturen en die wordt dan niet getest. Dat is geloof ik 2 of 3 afleveringen geleden is dat gebeurd, dat er iemand een achtbaan stuurde en herhaalde gewoon niet het einde. Dat is gewoon zonde, dat is gewoon heel erg jammer. Toen heb ik een mailtje teruggestuurd. En nu heb ik dus een nieuwe achtbaan opgestuurd gekregen en het is allemaal gerepareerd. Deze achtbaan komt van Lars en hij zegt het volgende. Beste Vincent, ik heb de achtbaan Norisis proberen te maken en ik hoop dat het nu gelukt is, omdat hij het namelijk bij mij wel haalt. Oké. Omdat ik de snelheid van de lifttail heb versneld, zijn er veel rode G-krachten gekomen. Maar ik had geen zin meer om verder aan deze baan te werken. Sorry dat de afgelopen 2 achtbanen van mij niet werkten. Maar ik snap niet hoe dit komt, omdat allebei de achtbanen het bij mij gewoon wel halen. Groetjes van Lars. Misschien komt dat wel door de versie. En nu zie ik ook dat er een crash is gekomen. En waarschijnlijk komt dat, en misschien klinkt het heel stom wat ik nu ga zeggen, maar dat kon omdat deze achtbaan waarschijnlijk in No Limits 1 is gemaakt. En omdat ik hem open in No Limits 2. En misschien dat dat wel een beetje het probleem is. Want ik zie nu dat de achtbaan is gecrashed. Ik ga even kijken waar die is gecrashed. Hallo, waar is de achtbaan in één keer gebleven? Oh, hier. Ja, hij deed het wel eerst. Dus ik ga hem even opnieuw starten en dan gaan we het gewoon opnieuw proberen. Het komt helemaal goed. Nou, daar gaan we dan in de Norisis. En nu wordt het een beetje vreemd, maar ik vind het wel uniek. Daar gaan we, hoppakee. Lekker slalomend naar beneden. Hele bijzondere bochten die hij maakt eigenlijk. En weer een grote looping. En als het goed is, hij haalde toen niet, die looping. Gaat hij nu alles gewoon perfect halen. Oh, zo. Flinke scherpe bochtjes ook. Leuk landschap trouwens, heel mooi gedaan. En ondanks dat de rode G-krachten komen, ja, ik kijk er gewoon eventjes doorheen. Vind je niet? Dat mag wel. Ik denk namelijk als die de snelheid eruit haal en ik het misschien open in No Limits 1, dat het dan wel allemaal werkt. Zo dan. Kijk hoe dicht we ook bij de baan komen, hè. Eigenlijk zou ik dit project 3 tonnetjes geven, maar omdat jij dus de moeite hebt genomen om alles te repareren, gaan we er gewoon 4 tonnetjes van maken. Gefeliciteerd. En ook door de omgeving, ik vind het heel mooi gedaan. Hij heeft de terreintextures ook aangekleed met een soort aarde. Hij heeft ook een pleintje gemaakt met 2 attracties, een Enterprise en een vrije valtoren. En dan daarbij vind ik het ook een originele layout. Altijd belangrijk. We gaan door met het volgende project en bedankt Lars dat je nog even de moeite hebt gedaan om dit project nog een keer op te sturen, dankjewel. Maar dan weet je misschien wat het probleem is, ik denk dat je hem echt in No Limits 1 hebt gemaakt. Dit wordt Volcano, spannend. Ziet er mooi uit, althans het landschap ziet er best wel duister en toch wel mysterieus uit. Hey, hallo Vincent, na een uur testen en knoeien om dit bericht te versturen heb ik weer een nieuwe achtbaan opgestuurd. Ik wilde een vulkaan maken, maar ik kon in de top geen lava plaatsen, maar alleen maar water. Dus nu is het een warm waterbron en komt de lava uit de onderkant. Hier zijn de statistieken. Een lengte van 3,3 kilometer, 3.339 meter, een hoogte van 183 meter. 183 meter? Wauw, de maximale G-krachten zijn 5,35 en de maximale snelheid minder dan 201 km per uur. Succes met het bestrijden, Daan Boekestein. En dit is Volcano. Deze statistieken zijn enorm, echt enorm. Een hoogte van 183 meter. Dat is echt bizar. Dat is een hoogte dat wil je niet weten, maar ja, als je die bergen ziet hier, dan begrijp ik ook waarom die hoogte ook er is natuurlijk. Dit is Volcano. Ik vind het wel grappig, want dit doet me denken aan zeg maar, zijn probleem, dat hij zeg maar, geen lava kan toevoegen. Dan denk ik gelijk aan Planet Coaster. Dat is ook heel lastig om op de top, als je een berg maakt, om daar dan een laagje met water te plaatsen. Kijk, je kan met foto's kan je wel wat trucken. Dus je zou eventueel met custom scenery kunnen werken. Als je dan een topje maakt en je hebt lava op een soort gifje dat het beweegt. Dan kan je die platen kan je neerleggen en dan lijkt het toch enigszins op wat lava. Doe er wat particle effecten bij. Misschien wel van iets met lava particle effecten of misschien met rook. Sowieso met rook of zo. En dan kan je best wel realistisch iets neerzetten. Het is gewoon een beetje trucken en een beetje experimenteren. Maar als je dat zo standaard moet doen in het spel, dan wordt het allemaal knap lastig. Dus wat hij nu heeft gedaan is zeg maar op de bovenkant een laagje water. En dan onder heeft hij dan iets met lava gedaan of wat dan ook. Ik zal eens even kijken, want ik zie nog geen lava, maar ik heb redelijk hoogtevrees. Ik ben blij dat ik dit niet in VR doe, want ik zie gewoon door de mist de grond niet meer. Ja, je ziet het wel ongeveer, maar we zitten dus zo hoog op dit moment. En ook ontzettend knap dat de maximale G-krachten 5,35 zijn. Dat is echt heel erg knap gedaan. Hier zou dan eventueel lava moeten zijn, maar dat is er niet. En een snelheid van minimaal, of was het minimaal? Maximale snelheid minder dan 201 km per uur. Oké, dat is gewoon enorm. Daar gaan we. Een flinke daling naar beneden. En het houdt maar niet op. Ik voel al alles in mijn buik tintelen. Dit is geweldig. Jeetje jongens, kijk eens even hoe hard die knalt. Met allemaal effecten ook bij huisjes. En wat een lawaai maakt deze baan. Maar dat mag ook wel. Heel tof trouwens, die spiraal. Met die tussenstukjes open. Heel goed. Scheuren weer van berg naar berg. Wauw. Wat een gevaarte jongens. Dit is echt niet normaal. Dit is duidelijk. En je ziet het ook een beetje aan de kleuren van de baan. Een snelheidsduivel. Rood met zwart. Het zijn precies de goede kleuren voor een duivel. Absoluut. Volcano. Maar het past natuurlijk ook gewoon bij een vulkaan. Hij scheurt nog steeds, maar dat mag ook wel met een lengte van 3,3 kilometer. Dan hoort hij natuurlijk gewoon keihard te knallen. Had hij nog een snelheid van 116 km per uur. Gemiddeld tussen de 100 en de 110 denk ik. Althans nu wel weer wat minder, maar nu knalt hij er weer in. 127 door de bocht. En ik geloof dat we wel bijna richting het einde komen. Ik hoop wel dat er flink wat remmen in zitten, want ja... Hop, wow, oké, dat waren best wel eventjes krappe remmen. Ik had toch er zelf voor gekozen dat de remmen een langer stukje hadden. En even wachten hoor, ik moet even vliegen naar de baan. Ik werd helemaal erachter gedumpt. Waarschijnlijk was dat voor de thumbnail, als je moest laden project. Even zoeken hoor. Zoals je ziet heeft hij ook de hele map gebruikt. Best wel simpel station, maar de remmen, dit is gewoon voor 116 kilometer veel te kort. Het is veel te krap. Ik had nou niet echt dat ik een klap kreeg, maar ik denk wel als je erin zit dat het niet echt prettig aanvoelt. Ik ga dit project toch gewoon 5 tonnetjes geven. Het was heel tof. Bedankt voor deze snelheidsduivel. Gefeliciteerd. En we gaan door met het laatste project voor deze aflevering. Hallo Vincent, dit is mijn eerste achtbaan die ik naar je opstuur. Ik heb al heel veel achtbanen gebouwd in No Limits, maar ik heb ze nooit naar je opgestuurd. Dus hierbij mijn allereerste achtbaan. Hier zijn de statistieken. Een lengte van 803 meter, een maximale hoogte van 30, een minimale hoogte van 1 meter. En de snelheid mag ik zelf gaan raden. Met vriendelijke groeten van Rowan, oftewel altijd Rowan. Een bekende naam trouwens. Hartstikke tof dat je nu gewoon voor de eerste keer een achtbaan hebt opgestuurd. Heel tof dat je ook misschien wel achter de schermen een beetje hebt geoefend in het spel. En nu gewoon zo'n waanzinnig project hebt neergezet. Laten we genieten met een snelheid van, ik gok even, een 90 km per uur. We staan al in de startblokken. De omgeving ziet er nu al prachtig uit. Dit is de Lightning Chaser. Ja, komt u maar. Ja. Gaat het vandaag nog gebeuren? Ik hoop het wel. Ik heb ook geen klok. Nou, dit is even spannend. Heel erg spannend. Ja, daar gaat hij. Ik dacht even dat het spel op pauze stond. 85 km per uur worden we gelanceerd. Ja, dat duurde best wel lang. Misschien is dat expres gedaan voor blokremmen, hè? Blokbreaks of weet ik veel. Misschien wel gewoon ja, dan voor de veiligheid of voor de spanningsopbouw. Of eventueel voor een geluidsfragment. Dat hij gaat aftellen. Dat je een kleine voorshow krijgt of wat dan ook. Ja, je weet het nooit hè, waarom iemand die keuze maakt. Maar tot nu toe, een hele vloeiende baan. Prachtige omgeving. Dit ziet er gewoon weer goed uit. Over het station heen. Mooi gedaan trouwens. Nog even wat heuveltjes. Maakt hij het laatste bochtje en gaan we terug richting het station. Geweldig, Rowan. Dit was een prachtige baan. Je hebt goed je best gedaan, sowieso. En het begin was trouwens gewoon goed hoor, maar ik moet gewoon leren om geduld te krijgen. Hey, dit was weer een fantastisch baantje. Super tof. Ik zeg, dit was weer een fantastisch baantje, maar dit is zijn allereerste die hij heeft opgestuurd. Wacht even, gaat dit karretje naar achteruit? Ja, kijk nou. Oh, nou, best uniek. Je kan ook nog achteruit gaan als je wil. Rowan, gefeliciteerd met 5 tonnetjes. Ga zo door met projecten maken. En wie weet zie ik binnenkort weer een nieuw project voor jou in deze serie. Heb je een tip of heb je gewoon een reactie die je achter wil laten? Laat het weten in de comments. Vergeet niet te abonneren door op mijn logo te klikken. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. Doei doeg!